Goedemiddag en hartelijk welkom bij het relatiewebinar HAGA Verbindt. Mijn naam is Maybrit van Raalte, manager strategie en communicatie van het HAGA ziekenhuis. Ik ben vanmiddag uw host, samen met... Ronne Meijerhoe, internist. Goedemiddag. In de komende 75 minuten praten wij u bij over onze visie op samenwerken in de patiëntenzorg en voorbeelden van transitie. Hierbij leggen wij accenten op samenwerking met onze huisartsen. Daarnaast gaan we ook in gesprek met banken en zorgverzekeraars. En ja, we kunnen er niet omheen. We besteden ook aandacht aan COVID. Vanmiddag interviewen we een aantal betrokkenen en laten we in korte videoreportages voorbeelden uit de praktijk zien. Daarnaast kunt u zelf ook meedoen via de chatfunctie. Als u een vraag wilt stellen of een mening heeft, kan dat via de chatfunctie die u hier in beeld ziet. Maar ik heb wel meteen een disclaimer, want we hebben een vol programma. Dus alle vragen die we vandaag niet kunnen behandelen, daar komen we achteraf per e-mail bij u op terug. Dan moeten we maar snel beginnen. We schakelen over naar het Haagse ziekenhuis, naar directievoorzitter Carla van der Wiel en stafvoorzitter Raymond Baak. Zijn jullie er? Jazeker, we zijn hier in het Haagse ziekenhuis. Welkom allemaal, via de digitale weg dit keer. Voor de tweede keer in rij een relatiewebinar. Liefst natuurlijk hadden we elkaar live gezien. Dat kan in verband met COVID niet, maar dan is dit een hele mooie manier om elkaar toch tegelijkertijd te ontmoeten. En leuk om ook jullie deelgenoot te maken van alle zaken waarmee wij bezig zijn als HAGA ziekenhuis. En volgens mij, Maybrit, had jij al voor ons een eerste vraag. Nou ja, we hebben het inderdaad over COVID. Daar gaan we het ook vandaag nog verder over hebben. Maar naast COVID is de Reinier HAGA groep ook een onderwerp wat ons heel erg bezighoudt. De voorgenomen fusie van het Reinier de Graaf ziekenhuis, het Langeland ziekenhuis en het HAGA ziekenhuis gaat niet door. En we zijn nu bezig met, hoe wij dat noemen, de ontvlechting. En Carla, ik zou jou graag willen vragen om daar, wat kan je daar nu over vertellen? Dat klopt, Maybrit. We zijn inderdaad bezig met de ontvlechting. Dat doen we op een zorgvuldige manier. En het is denk ik goed voor iedereen om te weten dat waar wij voor staan als drie ziekenhuizen is het realiseren van goede, bereikbare en betaalbare zorg. En dat verandert niet. En dat heeft even zijn tijd nodig, zeker ook omdat we het op een zorgvuldige manier doen. En hoe bereiden we ons voor op de periode na de ontvlechting van de Reinier HAGA groep? We zijn op dit moment bezig met de strategie van het HAGA ziekenhuis. Want ook wij moeten na de ontvlechting weer een eigen koers kiezen. Daar zijn we op dit moment druk mee aan de slag. Dat begint natuurlijk intern, want de ambitie die begint natuurlijk bij ons. Maar we zijn heel erg nieuwsgierig ook naar de visie en de reacties van onze belangrijkste stakeholders. En dat gaat begin volgend jaar gebeuren. Dus nog even geduld en dan komen we graag bij onze stakeholders terug. Raymond, we ontvlechten maar blijven verbonden vanuit een nieuw perspectief. En we verbinden ons voortdurend met collega's in de zorgketen. Wellicht een open deur, maar hoe belangrijk is die verbinding voor ons als zorgprofessionals? Dankjewel voor de vraag, Ronne. Het is eigenlijk, zoals we het micro al weten, als bijvoorbeeld ik als intensivist kan in mijn eentje helemaal geen patiënt behandelen. Ik overbrug vaak op een intensive care, zodat een chirurg een patiënt kan behandelen of een andere specialist. Ik koop tijd voor een collega-specialist. Dus we weten eigenlijk al, als je een patiënt optimaal wil behandelen, dat doe je samen. In het ziekenhuis weten we dat al samen. Als je dan wat verder terug gaat kijken, dan weten we dat we er eigenlijk zijn voor de patiënten in Den Haag. En eigenlijk verwachten die patiënten van Den Haag, als we hem optimaal willen behandelen en verzorgen, dat we ook samenwerken met de huisartsen, dat we samenwerken met zorgverzekeraars en banken om optimaal met de investeringen om te gaan, dat we samenwerken met die patiënten zelf om te kijken hoe we die zorg zo min mogelijk belastend kunnen maken, zo dichtbij mogelijk en van zo'n hoog mogelijke kwaliteit. Dus samenwerken moeten we met alles en iedereen in de zorg. Echt waar, dan gaan we het doen wat die patiënten in onze regio van ons verwacht. Dat is waar wij als staf van overtuigd zijn. Het zijn dus voorbeelden, ook verschillende projecten die echt meerwaarde hebben voor de patiënt. Nou, heel mooi dat onze dokters zo enthousiast zijn om die collegiale samenwerking te zoeken, maar ook te realiseren. Carla, hoe ervaar jij dat aan de bestuurlijke kant? Wat we merken is dat samenwerken eigenlijk het adagium is. Je kunt in je eentje, of je nu uit de verpleging en verzorging komt, dus de VVT, de langdurige ouderenzorg, ziekenhuis, huisarts, je kunt het niet meer alleen.
En dat is fijn om te merken in deze regio, omdat we ook in tijden van COVID hebben gemerkt dat we elkaar verrassend snel konden vinden. En de tijd dat je je eigen koers kon zetten en vervolgens dat kon mededelen aan andere partijen, die is wat ons betreft echt voorbij. En het initiatief Samen Sterk in de Regio, waarin we ook samenwerken met huisartsen bijvoorbeeld, is daar een heel mooi voorbeeld van. Raymond, eigenlijk getuigt dat van behoorlijk wat lef. En ik denk dat dat een hele belangrijke succesfactor moet zijn om de doelen te halen die we benoemen. Hoe zit dat bij ons, bij de medische staf? Ja, de medische staf probeert zeker lef te tonen. En lef tonen is eigenlijk door kritisch naar onszelf te kijken, te luisteren naar wat anderen van een samenwerking vinden en denken hoe die je moeten optimaliseren. Dus er zit ook een stukje introspectie in die lef. Ja, we moeten in gesprek met de gemeente, de VVT, hè, Carla noemde er nog meer zelfs, met wie we moeten samenwerken. Dus het betekent echt luisteren, introspectie tonen en kijken hoe we die Haagse patiënt beter kunnen helpen. Dat is lef tonen. En nodig. Nou ja, om de zorg draaiende te houden hebben we natuurlijk wel voldoende personeel nodig. En dat is best wel een issue in het hele land, al best wel een tijdje. Carla, aan jou de vraag, van wat denk jij dat er nodig is om genoeg en goed personeel te krijgen en te houden? Ik kom ook hier toch weer terug op samen. Want als wij als instellingen in deze regio alleen maar op zoek zijn naar die ene verpleegkundige of die ene dokter of die ene laborant, en dat doen we allemaal, we vissen natuurlijk in diezelfde vijver. Dus ik noem het vaak logoloos samenwerken. Ik denk als we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen die in deze regio wil werken, dat ook gewoon kan doen en niet elkaar vliegen proberen af te vangen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij met dat logoloos samenwerken een interessante arbeidsmarkt kunnen creëren voor iedereen die in deze regio wil samenwerken. Niet alleen maar per instelling, maar vooral werkzaam kunnen zijn in deze regio. Raymond, is dat ook iets wat jij ziet, zeg maar, vanuit jouw rol als medisch stafvoorzitter? Van die samenwerking, ja, dat steeds ook op een andere manier is en dat je met elkaar op een andere manier dus bezig bent om die arbeidsmarkt positiever te maken en te zorgen voor voldoende personeel? Zeker. We zijn samen met de verpleegkundige staf doen we nu ook het strategietraject. Het is ook voor dokters heel erg duidelijk dat we het samen met de verpleging en ander ondersteunend personeel doen. Dus we zitten ook in een strategietraject gewoon aan tafel. We zijn in het ziekenhuis bezig met een traject, hè, om personeel te binden en te boeien. En dat is ook van hoe bied je mensen een mooie loopbaanperspectief. En dat vinden we ook als medische staf super belangrijk. En het is gewoon zo dat ondersteunend personeel en verpleging, die hebben we gewoon nodig om topzorg te kunnen leveren. Nou, dank jullie wel beiden. Gaan we door naar het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp van dit relatiewebinar is een onderwerp waar we niet omheen kunnen. COVID-19 houdt de hele wereld al sinds februari bezig. Kranten, radio en tv, nieuwsites, al maandenlang is COVID het nieuws van de dag. En we laten ook als Haga ziekenhuis graag in de media zien wat COVID is en hoe we daar als ziekenhuis mee omgaan. De uitleg van het virus en de ziekte in het begin van de eerste golf door arts-microbioloog Nathalie van Burgel en internist-infectioloog en OMT-lid Emiel Schippers werd bijna 2 miljoen keer bekeken. Dan begin je wel even te glimmen van trots. Behalve dokter in ons ziekenhuis heeft Emiel ook een belangrijke rol in het OMT dat de regering adviseert. Helaas heeft hij moeten afzeggen voor het webinar, maar we hebben Tim Jansen, intensivist op de IC, en Desiree de Groot, verpleegkundige van onze COVID-afdeling, waardige vervangers. Tim zit ook in het regionale crisiscoördinatieteam. Maar voordat we met jullie gaan praten, eerst even iets anders. Graag jullie aandacht voor beelden uit het Haga in COVID-tijd op een nummer van onze collega van de afdeling logistiek, Michael Boer, samen met zangeres Ishtar. Al een tijd geleden, maar met zoveel man al die tijd gestreden. En daarom heb ik deze lijst geschreven om te laten weten, ja, wat wij toen deden. Er waren diensten, ja, die vielen uit, maar het personeel, dat ging niet naar huis. Ze draaiden overuren in het ziekenhuis en liepen diensten uit en waren niet meer thuis. We hebben nooit gedacht dat er geen uitweg was en een COVID-patiënt werd er thuis gebracht. Maar we kregen de kracht ook van buitenaf, want door heel Nederland werd er luid geklapt. En wij met z'n allen moeten zeker niet vergeten, samen staan we sterker, zijn we sterker dan hetgeen.
benen. Het was niet overmeesterd, want wij zijn leren en meester. Wat wij doen waar we goed te zijn en dat is al bewezen. Tim en Daisy, zijn jullie daar? Ja, hier klinkt het goed. Ja, bij de inbeeld. Tim, wat vond je van de clip? Ja, mooi om te zien. Geweldig initiatief van onze eigen werknemers. En nu kijken of het vaarwel gaat, geloof ik. Heel goed, heel goed. En Daisy? Ja, ik moet eerlijk zijn dat ik niet van gehoord had. Dus ik sta hier met een verrassing en ik laat het op me afkomen. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, we vinden het ontzettend gaaf. Aan het einde van het webinar laten we de hele clip zien. Ja, Tim, voor het grote publiek gaat corona momenteel vooral over cijfers. Hoe minder patiënten, hoe meer vrijheid. Kan je vertellen over de stand in de regio en in het Haagse ziekenhuis? Ja, onze regio is zwaar getroffen. Zowel de eerste golf als ook de tweede golf. Ja, nu zijn we met de Randstad een brandhaard. Gelukkig zijn we over de piek van de tweede golf heen. En ik heb de getallen opgezocht. En ja, dat vind ik toch indrukwekkend om dan te zien dat we in het Haga ziekenhuis 800 patiënten hebben behandeld op de verpleegafdelingen. En 170 patiënten op de intensive care. Dus dat zijn toch wel aanzienlijke aantallen. Op dit moment gelukkig een iets lagere stand, maar zijn er nog niet vanaf. Op dit moment zijn er nog zo'n 9 patiënten op de IC en per dag zo'n 20 patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen. Tim, je zit ook in het regionaal crisiscoördinatieteam. Wat is dat en hoe gaat het daar? Ja, dat is eigenlijk een hele mooie samenwerking binnen de ROAS regio West. Waarbinnen alle ziekenhuizen uit Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Zoetermeer aangesloten zijn. Maar ook de ketenpartners, dus ambulancediensten, huisartsen, VVT, publieke gezondheidszorg. Ja, en in dat samenwerkingsverband proberen we dossiers te behandelen die relevant zijn voor de coronapandemie. En ja, dan moet je bijvoorbeeld denken aan patiëntenspreiding, heel belangrijk. Het loopt ook erg goed op het moment, maar ook de testcapaciteit of de corona huisartsenpost. We hebben tijdens de eerste golf in 3 dagen tijd hier in het Haga ziekenhuis door 24/7 door te bouwen een corona huisartsenpost gemaakt. We hebben een prachtige samenwerking met de huisartsen en een anderhalve lijnsconstructie. Dus ja, dat zijn voorbeelden die we dan binnen dat CCT, dat regionale crisisteam, adresseren. En Daisy, kan jij iets vertellen over hoe jij de zorg voor de COVID-patiënten ervaart? Ja, de eerste golf die wij in maart meekregen, ja, dat was gewoon enorm heftig. We kregen natuurlijk grote getalen patiënten binnen met iets waar weinig mensen wat van afwisten. Hoe we die moesten behandelen in hoge ademnood. Dus dat was een hele heftige periode. We hebben tijdens de zomer even een rustperiode gehad en toen kwam de tweede golf aan en ook die was heel erg indrukwekkend, omdat het toch weer een ander beeld gaf als de eerste golf. Dus eigenlijk zitten we continu, zijn we eigenlijk heel hard bezig hier om de patiënten te verzorgen. En is er een moment waarvan je denkt dat is me echt bijgebleven met een patiënt? Één ding is mij heel erg bijgebleven en dat was met name in de eerste golf dat eigenlijk een dame van 65, wat helemaal nog niet oud is, die zei van kind laat mij maar gaan, geef mij een IC-plekje maar aan een ander. Als ik daar nog aan denk, dan heb ik nog de kippenvel op mijn armen. Nou, dat ervaar ik nu ook, dat kippenvel. En Tim, heb jij iets van hoe ervaar jij die zorg voor de patiënt op de IC? Ja, ik herken wel hoor de heftigheid van de patiëntenzorg. Wat erg lastig is dat de familie er minder bij kan dan normaal. En dat raakt ons en dat is ook maar goed ook. Aan de andere kant ben ik ook heel trots en tevreden over hoe we de zorg georganiseerd hebben om zoveel mogelijk patiënten een goede zorg te kunnen blijven leveren. En ik denk dat we daar zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive care echt heel goed in geslaagd zijn.
Nou ja, we hopen natuurlijk ook dat het einde van de tweede golf een beetje in zicht komt. Daisy, je vertelde het net al eventjes kort, het verschil tussen de eerste en de tweede golf. Wat is voor jou echt het grootste verschil tussen die twee golven? Het grootste verschil is dat het nu wat langer aanhoudt. De eerste golf was kort en heftig en nu houdt het wat langer aan allemaal. En wat ik wel positief aan het verhaal vind, is dat wij nu na al die maanden zo op elkaar ingespeeld zijn, dat wij dus echt wel goede zorg hier kunnen bieden aan onze patiënten. Tim, voor sommigen geldt eigenlijk dat ze, of hebben ze het gevoel dat ze in een derde golf zitten. We hebben volgens mij veel geleerd over de verbeterpunten. Kan jij daar nog iets over zeggen? En met name ook wat we weer mee kunnen nemen uit de golf, de tweede golf, en hoe we de aankomende maanden tegemoet kunnen gaan? Ja. Ik denk dat we al heel veel geleerd hebben van de eerste golf naar de tweede golf. Hè. We hebben heel erg veel geleerd over het ziektebeeld. We hebben veel geleerd over medicatie die deels effectief is. We hebben voldoende materialen, apparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben met name heel veel geleerd over die patiëntenspreiding. En dat is heel vervelend om patiënten te moeten mee te delen of de familie van hen moeten mee te delen dat ze overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis in de regio of elders in het land tot aan Duitsland aan toe. Aan de andere kant, hiermee kunnen we echt als Nederland ervoor zorgen dat we iedereen de zorg bieden die ze verdienen. Dus ik ben daar eigenlijk heel content mee en ja, dat proces kunnen we nog verder perfectioneren, denk ik, in de tijd die ons rest naar een eventuele derde golf. Ja, het meest ideale scenario zou zijn als je echt real-time informatie hebt, capaciteitsinformatie, zodat je de patiënt van huis uit direct met de ambulance naar het juiste ziekenhuis kan transporteren. Dat zou heel mooi zijn. Dat soort zaken moet je aan denken als leerpunten naar een derde golf toe. Tot slot, hebben het gehad over hele inhoudelijke zaken, maar hoe ervaren jullie persoonlijk deze pandemie? voor mij is het heel heftig geweest, emotioneel. Ik heb de eerste golf heb ik echt 6-7 dagen in de week gewerkt, 10-12 uur werkdagen. En dat ging goed op dat moment. In de zomer, toen kregen we even wat rust. En ja, toen heeft het er bij mij dus geestelijk echt ingehakt en ben ik ook even uit de roulatie geweest om weer bij te kunnen tanken, zodat ik nu weer vol erin kan. En Tim? Ja, heel intens tijd geweest. Heel druk, ruim half jaar achter de rug. En COVID is niet alleen op je werk, is ook buiten het werk aanwezig. En dat betekent dat je echt op zoek moet naar ontspanning, tijd voor jezelf, voor je gezin, om echt even er los van te komen. Dus dat is denk ik heel belangrijk, zo zie ik het persoonlijk. En verder kijk ik eigenlijk met heel veel trots terug op deze tijd. Want ik zie wat we met z'n allen, en dat doen we echt met z'n allen, voor elkaar hebben gekregen, dan kan ik daar alleen maar heel content mee zijn. Dus dit is toch waar je het voor doet. Ik wil alle kijkers nog even wijzen op de chatfunctie, want er kunnen dus ook vragen gesteld worden aan de mensen die wij interviewen. Maar ik heb in ieder geval nog één vraag, omdat die al eerder was binnengekomen. We hebben nu twee mensen aan het woord, maar hoe gaat het met de teams? Dus wil ik eerst graag aan Daisy vragen over de verpleegkundigen. Hoe gaat het met de teams? Ja, wij zijn als team eigenlijk er sterker uitgekomen omdat we zo op elkaar aangewezen waren in een nieuwe situatie voor iedereen. En ik moet zeggen, ik ben gewoon heel erg trots op mijn team. We steunen elkaar en we kunnen er zijn voor de patiënten. En ja, dat dus. En dan ook nog eventjes voor Tim. Hoe is het op de IC met het team? Ja, eigenlijk denk ik hetzelfde. We hebben dit met elkaar gedaan en heel veel geleerd met elkaar. Het team is ook groter dan de IC, hè? Dat wil ik wel graag benadrukken. Dus de apothekers, de anesthesiologen, de schoonmakers, hotelteam,
Facilitaire dienst, techniek, et cetera. Allemaal hebben ze het onmogelijke waargemaakt. Dus ik ervaar het ook. De team spirit en teamgevoel. Ja. Hartstikke mooi. We doen het met z'n allen. Dank jullie wel, Tim en Daisy. Na de actualiteit van COVID gaan we het nu hebben over de toekomst. Het Haga ziekenhuis heeft met haar zorgverzekeraars namelijk meerjarencontracten afgesloten. Zo borgen we de continuïteit van zorg en ontwikkelen we gezamenlijk een strategie voor de toekomst. En dat is daarnaast ook prettig voor de dokters, want zo weten wij waar we aan toe zijn. Welke zorginhoudelijke ontwikkelingen vindt de verzekeraar goed en worden gecontracteerd en welke niet? Zorgverzekeraars vinden dat ook fijn. We zijn daarom blij dat Daan Roijmans van CZ bereid is om zijn visie te vertellen over duurzame samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Hallo Daan, welkom bij ons webinar. Ja, goedemiddag. Fijn om te mogen deelnemen vandaag. Hartstikke mooi. Daan, kan je in het kort uitleggen wat je bij CZ doet? Jazeker. Ik ben verantwoordelijk voor eigenlijk het beleid en de inkoop van alles wat wij inkopen in de zorgverzekering zetten. Dus ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, GGZ-zorg, alles wat eigenlijk in het basispakket zit. En vanuit die rol in ieder geval ook heel nauw betrokken bij alles wat er in het Haagse gebeurt. Zeker ook het Haagse ziekenhuis. Nou, grote portefeuille. We zagen op jullie website een duidelijke animatie over wat jullie noemen de duurzame coalitie. Laten we daar eerst naar kijken. De zorg in Nederland is goed. Maar als zorgverlener hebt u ook te maken met uitdagingen. Hoe kan ik al mijn patiënten helpen en kan ik ze de beste zorg geven? Ook CZ ziet deze uitdagingen. Daarom werken we steeds vaker langdurig samen met zorginstellingen. Dat doen we in een duurzame coalitie. We werken aan het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid van zorg, afbouw van de zorg- en bedrijfskosten en het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers. We vormen één team en werken samen aan onze doelen. We sluiten een meerjarige overeenkomst en hoeven dus niet meer elk jaar opnieuw te onderhandelen. Zo hebben we de ruimte om aan innovatieve projecten te werken. En kijken we gezamenlijk naar een gezonde bedrijfsvoering. Dat levert mooie resultaten op, van speciaal gips tot online GGZ-behandelingen. Zo verhogen we de kwaliteit en besparen we tijd en geld. En houden we samen de zorg toekomstbestendig. Meer weten? Ga naar cz.nl/duurzame-coalities-zorgverlener. Daan, mooie beelden. Wat is in het licht van duurzame coalitie de uitdaging voor de stad Den Haag en breder de regio Haaglanden? Ja, kijk, wij zien de duurzame coalitie eigenlijk als een manier om de verandering die we met z'n allen denk ik al zien die nodig is, om die echt snel en veel sneller dan we nu vaak zien vorm te geven. En dan heb ik bijvoorbeeld over hoe we de patiënt meer kunnen betrekken bij de besluitvorming, over het inzetten van telemonitoring, over de doorstroom in het ziekenhuis, over voor complexe zorg hoe we die kwaliteit kunnen verbeteren. En daar denken we vaak best hetzelfde over als zorgverzekeraars en ziekenhuizen. En toch lukt het dan best moeilijk om dat uiteindelijk snel vorm te geven. En wij zien die duurzame coalities als eigenlijk een select aantal partijen waarmee wij in gesprek gaan en waar we ook echt de klik voelen van hey, we kijken op dezelfde manier naar die zorg. We hebben dezelfde drang om die zorg te verbeteren, om dat snel te doen. En we proberen dan eigenlijk samen met duurzame coalitie, en Haga is een van de ziekenhuizen, om te kijken van hoe kunnen we dat dan ook vertalen in een aantal veranderingen en hoe kunnen we daar samen ook uitvoering aan geven. En tenslotte, we blijven een zorgverzekeraar, hoe kun je dan ook met het Haga ziekenhuis een goede financiële afspraak maken die het comfort geeft dat als je verandert, dat je daar niet het slachtoffer van bent, ook niet financieel. En ook dat zeg maar, andere partijen, die dan niet een duurzame coalitie zijn, er beter van zouden worden dan het Haga ziekenhuis. Dus, op die manier probeer je echt samen een betere zorg te realiseren en sneller dan dat zou gebeuren als je van een traditionele zorginkoop- en verkoophouding zou hebben. Er is geen universitair medisch centrum in Den Haag, natuurlijk wel vlakbij, hè, zowel in Leiden als in Rotterdam. Maar mijn vraag aan jou is van welke mogelijkheden zie jij, ook samen met dus Leiden en Rotterdam, om bij te dragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Den Haag?
Ja. Kijk, Den Haag, als ik eerst even op Den Haag inzoom, is best een bijzondere situatie. Als derde grote stad van Nederland en geen academisch ziekenhuis, maar wel twee hele grote STZ-ziekenhuizen. Nou, Leiden dat dicht tegenaan, een relatief klein academisch ziekenhuis. En mij is opgevallen, en velen met mij, ik weet dat velen met die mening ook delen, is dat eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar bijna meer de aandacht leek te gaan, uit te gaan en ook de investeringen leek te gaan in het kopiëren van zorgfuncties, het overnemen van zorgfuncties waar de andere ziekenhuizen goed in was, dan te investeren in waar je zelf goed in bent. En dat heeft er een beetje toe geleid dat er een aantal ziekenhuizen die heel erg op elkaar lijken, zeker voor die complexe zorg, waarvan je denkt, is dat nou in het belang van onze verzekerden, van die patiënt? Want als je niet uitkijkt, zijn die complexe zorg, word je daar een beetje te klein voor om echt goede zorg te kunnen leveren. En je ziet dan onder druk van kwaliteitsnormen dat als je uiteindelijk ook niet gaat kiezen, dat je allemaal wel zou kunnen verliezen. Dus dat is echt een uitdaging om te zorgen dat je wat meer gaat kijken wie is nu waar goed in en focus je daar dan ook echt op. En laat de anderen ook excelleren waar zij goed in zijn. En ten tweede, als je het dan gaat over betaalbaarheid hebben, dan heb je het niet zo over die complexe zorg, mijn zinziens. Met die complexe zorg gaat het echt over kwaliteit. Als je het hebt over doelmatigheid, dan zoek je veel meer hoe je de samenwerking kunt vinden met thuiszorg en bijvoorbeeld huisartsenzorg. Nou, je hebt heel duidelijk verteld, denk ik, van de academie. Je hebt heel duidelijk verteld wat het van de ziekenhuizen vraagt in ieder geval. Maar welke rol voor de zorgverzekeraar zie je hierin? Nou ja, kijk, net zoals bij duurzame coalities, dat echt een traject is waar je samen in optrekt, zie ik denk ik voor die verandering ook in bredere zin, ook in de regio, zie ik een belangrijke rol voor zorgverzekeraars weggelegd. Om eigenlijk aan te geven, wat is nou eigenlijk de stip op de horizon? Hoe kijken wij naar die zorg voor over 5, 10 jaar, zodat het voor onze verzekerden nog steeds toegankelijk blijft? Hè? Dat er geen wachtlijsten optreden, dat die premies niet de pan uitreizen. En de regio, samen met de regio kijken, wat is die stip op de horizon? Kijken ook hoe je daar gezamenlijk uitvoering aan kan geven. En tenslotte hebben we natuurlijk, onze verzekerden geven hun premies aan de zorgverzekeraar. Maar ze vragen wel aan ons om goede dingen mee te doen. En dat betekent dat de partijen die met ons richting die stip op de horizon gaan, daar kun je die partijen natuurlijk ook mee motiveren en belonen om die kant uit te gaan. En partijen die zeggen, ja, je doet niet aan mee, deze kant ga ik niet op. Ik blijf lekker in mijn eentje doen. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat je moet kijken hoe je hen minder ruimte kunt geven. Dus dat is het spel van wortel en stokken wat wij soms ook moeten spelen. Daan, het gaat een beetje over het thema marktwerking dan ook. Sinds 2005 is de zorgverzekeringswet van kracht. Een van de taken van de zorgverzekeraar is zich sterk te maken voor doelmatige zorg en kostenbeheersing. En ja, jullie zijn eigenlijk, zoals minister Hugo de Jonge dat zegt, de marktmeesters van de zorg. Maar die marktwerking is ook een beetje gestopt sinds de coronacrisis. En ja, de vraag is een beetje wat dat nu oplevert. En eigenlijk is dan ook de vraag, gegeven de succesvolle verhalen van samenwerking die we hebben gezien de afgelopen maanden, moeten we daarmee mee doorgaan of blijven we in een concurrerende fase zitten. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat kan. Ja, nee, als eerste, en ook een beetje reflectie op het verhaal wat hiervoor is. Ja, het is heel bijzonder om te zien hoe professionals een stinkende best doen om dit voor elkaar te krijgen en daar ook in slagen. Dat kan alleen maar heel veel bewondering en respect hebben. En daarbij staan we aan de zijlijn en dat lijkt me ook een hele gepaste rol ten opzichte van de professionals. Er komen een hoop goede dingen denk ik uit voort. We zien een enorme impuls van samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook in de keten. Dus een enorme impuls in digitalisering, inzichtelijk maken wat wie waar bedden heeft. Het aan elkaar verknopen van deze capaciteitssystemen, zodat patiënten sneller door de keten kunnen gaan. Die denk ik een enorme impuls in digitale zorg die mogelijk is en die we echt willen vasthouden. Dus dat zijn een aantal zaken die we echt willen vasthouden. Voor de toekomst. Daar moet denk ik onze aandacht ook op gericht zijn om dat samen met de partij vast te houden. En tegelijkertijd, ja, je kunt niet continu ingericht zijn als in een crisissituatie. Dus uiteindelijk zal dat ook wel weer genormaliseerd gaan worden en moeten worden.
En daarmee kun je denk ik ook steeds meer cliëntgerichte zorg en servicegerichte zorg gaan leveren. En laten we eerlijk zijn, ook de doelmatigheid is daarbij belangrijk. Dat we alle zorg die bijvoorbeeld nu wordt uitgesteld, ook snel kunnen gaan inhalen. En daarmee, ja, die zit natuurlijk ook bij gebaat, dat als we zorgaanbieders dat op een efficiënte manier doen. Dus enerzijds is het denk ik goed dat ze hopelijk straks weer terug kunnen naar normaal. Maar met een aantal vasthouden van een aantal zaken die we in een impuls geven. En hopelijk ook een beetje, wat we nu veel zien, het begrip voor elkaar, dat we dat ook vasthouden, de menselijke maat. Dankjewel voor jouw heldere verhaal, Daan. Graag gedaan. Geboren worden is de belangrijkste gebeurtenis in iedereens leven. Toch, anders bestonden we niet. Goede geboortezorg is daarom ontzettend belangrijk. Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en verpleegkundigen zijn allemaal onderdeel van de zorg voor moeder en kind. En elke professional werkt in het eigen domein, organisatorisch en financieel. Dat kan natuurlijk beter. In het Haga ziekenhuis hebben we de grenzen van die domeinen doorbroken. Sinds vorig jaar werken kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen samen in een integrale geboorteorganisatie. En hoe dat werkt zien we in de volgende reportage. In het Haga Juliana Geboortecentrum worden per jaar ongeveer 4000 kinderen geboren. 1000 onder leiding van de verloskundige en een kraamverzorger uit het geboortehotel Haga. 3000 onder medische leiding van de gynaecoloog. De kraamvrouw kan kiezen voor kraamtijd thuis of in het geboortehotel Haga. Zeer veel zorgverleners uit de geboortezorg werken in de stad en op de locatie Leiweg 24/7 nauw samen. De gynaecoloog en ondersteunende specialismen, zoals anesthesie en OK-team, zijn dag en nacht aanwezig in het ziekenhuis. Dat is uniek voor de regio. De Integrale Geboortezorgorganisatie, kortweg IGO, is een coöperatie tussen het Haga Ziekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis, het Geboortehotel Haga, een aantal verloskundigenpraktijken uit de regio en meerdere kraamzorgorganisaties. Om de zwangere echt centraal te kunnen stellen en de kwaliteit van de geboortezorg te kunnen verbeteren, voldoet het oude gescheiden systeem niet meer. De IGO heeft een eigen juridische entiteit en financiële status. De deelnemers krijgen een gemeenschappelijk tarief voor de verleende zorg. Hierdoor staat de kwaliteit van de zorg en de zwangere centraal en niet ons systeem. De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener tegen het juiste tarief. Deze aanpak past in het transitiebeleid van het Haga ziekenhuis. Wij hebben gekozen voor integrale geboortezorg omdat de zwangeren tegenwoordig heel vaak in de zwangerschap of tijdens de bevalling zorg nodig hebben van zowel de verloskundige als de gynaecoloog. Dat is ongeveer in 70-80% van de zwangeren het geval. En dan past het huidige systeem van gescheiden werken eigenlijk niet meer goed. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat zwangeren het moment van overdracht van de verloskundige naar de gynaecoloog een vervelend moment vinden. En als je daar iets aan zou willen doen, dan moet je op een andere manier gaan samenwerken. Met integrale bekostiging hebben we samen één tarief voor wat we leveren. En dat betekent dat je samen één portemonnee hebt. Dan word je veel meer gedwongen om samen te kijken welke kwaliteit je levert voor welke prijs. En vooral hoe je die kwaliteit dan ook kan verbeteren. En de zwangere daar natuurlijk in te betrekken, wat zij ziet onder kwaliteit. Je kan natuurlijk ook schuiven met taken. Je kan met klinische taken, maar je hebt samen ook één portemonnee om kwaliteitsbeleid en onderwijs, opleiding samen vorm te geven. Een van de praktische voorbeelden is dat wij een gezamenlijk KIM-systeem, dat is naar analogie van de VIM die je in het ziekenhuis hebt, ketenzorgincident melden, zodat je over de hele keten kijkt waar je de kwaliteit kan verbeteren. De praktijk is iets weerbarstiger. Wanneer je integrale bekostiging hebt, moeten de systemen van ons, maar ook van de verzekeraar, op elkaar afgestemd zijn. Op dit moment is dat nog niet zo voor integrale bekostiging. En dat betekent vrij veel extra handmatig werk, dus administratie. En dat is een uitdaging. Wij zijn hier in Den Haag een van de koplopers als het op integrale geboortezorg aankomt.
Er zijn in het land 7 andere organisaties die met integrale bekostiging aan het werk zijn. Maar wij zijn de enige grootstedelijke IGO. Dat betekent dat de verloskundigen die erin werken en de kraamorganisaties niet alleen met het HAGA samenwerken, maar ook samenwerken met het HMC of met het Reinier de Graaf. De huidige minister, minister Van Ark, die gaat hopelijk aan het einde van het jaar een uitspraak doen of integrale geboortezorg en integrale bekostiging verplicht gaat worden voor iedereen. Vandaag of morgen verwachten we daar een uitspraak van. Voor de integrale geboortezorg betekent dat in de ideale wereld dat iedere zwangere een verloskundige heeft, ook als ze medisch is. Als we goed kijken naar de controles, zien we dat een heel groot deel van de controles in de zwangerschap en zelfs tijdens de bevalling door een verloskundige geleverd kunnen worden. En dat de gynaecoloog alleen maar de noodzakelijke controles doet. Waar we nu mee aan het experimenteren zijn, want zover is het nog niet de ideale wereld, is dat we bij bepaalde indicaties zorgen waar in de rest van het land zwangeren helemaal in het ziekenhuis lopen, dat wij ervoor zorgen dat ze toch bij de verloskundige lopen en dat de gynaecoloog ze bijvoorbeeld 1 keer per trimester ziet. Als er een overdracht plaatsvindt, blijft de zwangere, de bevallende vrouw altijd op de kamer zelf. Alleen het team wisselt om haar heen. De overdracht van de zorg vindt plaats op de kamer bij de zwangere, zodat we haar deel uitmaken van het team. En zodat zij ook haar specifieke wensen kan aangeven die zij daaromtrent heeft. Een ander voorbeeld is dat wij bezig zijn met een feedbackradar. Aan het einde van de zwangerschap en in de kraamtijd kunnen de mensen een enquête invullen waarbij ze kunnen aangeven hoe ze de gezamenlijke zorg ervaren hebben. Gezamenlijk met de moederraad die we hebben opgericht geeft ons dat inzicht in hoe de zwangeren het beleven. De kraamzorg is een hele belangrijke factor hierin. In het oude systeem, of het huidige systeem, eigenlijk kwam de kraamzorg pas helemaal aan het einde van de rit. En dat is onvoldoende. Zeker bijvoorbeeld voor kwetsbare gezinnen. Daar hebben we er in Den Haag helaas een heleboel van. En die verdienen eerder al zorg. En de kraamzorg moet daar in een eerder stadium al betrokken worden voor in de zorg. Bijvoorbeeld voordat zij de intake thuis gaan doen, al goed op de hoogte zijn. Ze zitten hier bij het multidisciplinair overleg. Een ander voorbeeld waar we in verre onderhandeling al mee zijn, is dat de kraamzorg die 1-op-1 zorg verlevert tijdens de bevalling, dat die na de overdracht naar een medische bevalling, omdat iemand pijnstilling wil, niet weg hoeft, maar dat die 1-op-1 bij de zwangere blijft om zorg te verlenen. Dat geeft een heel stuk continuïteit voor de zwangere. De stip op de horizon is dat elke zwangere een verloskundige heeft, of ze nou een medische indicatie heeft of niet. We willen graag in de toekomst dat, ook al heb je een medische indicatie, een deel van de zorg door de verloskundige geleverd wordt. Wat wij heel erg graag willen is dat de zorgverleners, gynaecoloog, kraamzorg, verloskundige naast elkaar staan en niet in serie achter elkaar zoals in het huidige systeem is. Want dat verdient de zwangere van tegenwoordig die tegelijkertijd van al deze zorgverleners zorg ontvangt. En in dat systeem is integrale bekostiging de meest passende bekostiging. Jullie hebben kunnen zien wat de integrale geboorteorganisatie inhoudt. En ik wilde nog even terugkomen op het gesprek net met Daan. Want er zijn een aantal vragen gesteld die we helaas niet meer aan het einde van dat gesprek konden stellen. Maar zoals beloofd komen we daar later bij jullie op terug. En in het volgende gesprek gaan we zeker ruimte maken om ook de vragen van jullie te beantwoorden. En het volgende onderwerp dat gaat over algemene ziekenhuizen die over het algemeen financieel gezond zijn. Maar ze hebben een uitdaging om de ziekenhuiszorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. COVID-19 is wat dat betreft een hele lelijke spelbreker gebleken. Veel zorg is uitgesteld, terwijl de kosten wel gemaakt worden. Daarnaast zijn er investeringen nodig voor digitalisering en innovatie en last but not least in verdere samenwerkingen om de juiste zorg op de juiste plek aan de patiënt te kunnen blijven aanbieden. Over de financiering van de zorg en specifiek natuurlijk de ziekenhuiszorg praten we met Lennart Ekelmans van Rabobank en Rob van der Belt van ABN AMRO. We zijn benieuwd naar hun visie. Even de verbinding checken. Heren, zijn jullie er? Jazeker. Jazeker. Heel mooi. Horen jullie ons?
Jazeker. Ja, Lennart, kan jij vertellen wat je doet bij Rabobank? Ja, heel graag. Ik ben relatiemanager bij Rabobank. En met een specifiek aandachtsgebied, en dat is gezondheidszorg. En daarmee ben ik verantwoordelijk voor onze klanten, alle instellingen en bedrijven in de gezondheidszorg in het gebied Noord-Holland, Zuid-Holland, even zeg maar groot. En dat betekent dan in de praktijk voor de financiering en overige financiële dienstverlening. Dankjewel. En Rob, wat doe jij bij ABN AMRO? Ik heb eigenlijk een dubbelrol bij ABN AMRO Bank. Aan de ene kant ben ik ook relatiemanager en heb ik een klantportefeuille met relaties in de healthcare. Dat is heel breed, van gereguleerde zorg tot aan commerciële partijen. Maar de verbindende factor is dat ze allemaal actief zijn in de healthcare. En daarnaast ben ik ook direct leidinggevende van een team die, net als ik, een hele klantportefeuille hebben. En dat team dat is actief in de regio Noord-Holland en Zuid-Holland. En bedient vanuit die optiek hun klanten. Als ziekenhuizen werken we hard om met onze ketenpartners de juiste zorg op de juiste plek te brengen. Naar de huisarts of thuis naar de patiënt. Vraag is hoe ziekenhuizen financierbaar zijn in deze transitie. We moeten blijven investeren. Maar hoe blijft dat betaalbaar bij gelijkblijvende of dalende omzet? Lennart, kan je daarop reflecteren? Ja, heel graag, Ron. Dat is een hele mooie vraag aan de bank. Omdat wij, de bank ziet meestal business cases, bedrijfsplannen, met een jaarlijkse groei van 10%. En ja, dat is in de gezondheidszorg niet zo. In ieder geval dat de komende jaren niet. Het is ook een bijzondere sector. We zien dat die zorgvraag blijft stijgen de komende jaren. Afgelopen jaar hebben we zo'n 100 miljard eraan uitgegeven. En de prognoses laten zien dat dat naar 2040 gaat verdubbelen. Nou goed, de beschikbare middelen niet. Dat zien we ook terug in het hoofdlijnakkoord. Waarin dat inderdaad dus staat dat de groei voor komende jaren 0% is. Ja, en dan is belangrijk wat al eerder is genoemd. Wat is dan de stip op het horizon? Hè? Hoe schetst het ziekenhuis zijn of haar profiel voor de toekomst? En ja, hoe ziet dat pad eruit naar die stip op de toekomst? En wat is er voor nodig om daar te komen? Ja, en dat betekent ook, hoe ziet de financiële performance eruit? Hè? Je kunt je voorstellen, er moet worden geïnvesteerd. Hè? Ook om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Hè? Wat ook al eerder is genoemd, investeren ook in innovatie en digitalisering en ook aanpassen van je infrastructuur en hoe kom je daar? Die overbrugging. Het zou mooi zijn als een ziekenhuis dat eigen middelen zou kunnen doen. Maar die buffer is er vaak niet. Hè? En bij een stijgend investeringsniveau en een gelijkblijvend of dalende omzet. Die investeringen die moeten wel opgebracht kunnen worden. Hè? Een deel zelf, een deel door een bank, maar uiteindelijk leveren ze dan ook weer verplichtingen op. Dus ja, hoe is dat betaalbaar en blijft dat betaalbaar? Daar hebben we denk ik toch de steun nodig van de overheid en zorgverzekeraars. Hè? Die transitie die moet overbrugd worden. De infrastructuur die moet worden aangepast. En ook als een organisatie krimp laat zien, en een ziekenhuis die krimp laat zien, ja, dan moet er wel gelegenheid worden geboden om daar naartoe te gaan. Dus dat is, ik kon net het interview met Daan niet heel goed verstaan, maar een aantal dingen viel mij wel op. Er werd heel veel gesproken over samen en coalitie. En dat is denk ik ook de oplossing. Gezamenlijk afspraken maken hoe we daar komen. Faciliteren dat dat pad naar die stip op de horizon bewandeld kan worden. En ook het liefste met meerjarenafspraken met zorgverzekeraars. Omdat investeringen, die doe je vaak voor een 15 jaar. En die periode moeten we wel overbruggen. Ja. Rob, hoe zie jij die rol voor de banken? Ik loop het risico dat ik misschien hetzelfde zeg als Lennart. Want ik kon zijn andere woorden niet verstaan. Maar ik denk dat zeker een rol is voor de banken. De transitie die eerder al beschreven werd, die is natuurlijk enorm en die zorgt voor een enorme uitdaging. En dat betekent dat er echt sprake moet zijn van een partnership tussen enerzijds het ziekenhuis, maar anderzijds ook de zorgverzekeraars en de banken. Omdat de kosten in principe voor de baat uitgaan, moeten in principe een aantal jaar van onzekerheid overbrugd worden. Dus wat je zou moeten doen is binnen dat partnerschap of partnership proberen er gezamenlijk uit te komen wat het beste is voor de patiënten
in een specifieke regio waar je actief bent. Dan kijken welke investeringen en veranderingen er nodig zijn om de volgende 5, ik hoorde net Daan zeggen, 5 tot 10 jaar en misschien nog wel iets langer te bewerkstelligen. En dan kun je als bank beoordelen of en in hoeverre wij mee kunnen in de gevolgen van de financiële positie voor zo'n ziekenhuis. Dat is denk ik 1 rol die we als bank hebben. Daarnaast kan je als bank onafhankelijk op de zorginhoud een rol spelen door in de financiële doorkijk op langere termijn een rol te pakken. Wat zijn de kosten die met een transitie gepaard gaan? Waar liggen de besparingen? Hoe ga je dat meten? Dat is misschien ook een klein beetje de rol van aanjagen en budgetdiscipline, waarbij de laatste misschien niet de leukste rol is, maar toch wel noodzakelijk in dit huidige gewricht. En hoe beoordeel je dan ook de verschuiving van zorg uit de UMC's naar de STZ-ziekenhuizen daarin? Vanuit jouw rol? Dat is een vraag aan mij? Ja. Oké. Nou, op zich, wij zien die verschuiving natuurlijk ook. En de mening die wij hebben is dat ieder ziekenhuis het niveau van zorg moet leveren waarvoor hij op aard is. En dat past bij het profiel om de zorg zo kwalitatief mogelijk en efficiënt mogelijk in te richten. Het houdt wat mij betreft niet op bij de verschuiving van UMC naar STZ. Maar wat er ook zou moeten gebeuren is dat je zou moeten kijken wat zit er nu in de STZ-ziekenhuizen. En hoort dat niet op een andere plek, bijvoorbeeld basisziekenhuizen of elders in het zorglandschap. Dus die verschuiving is denk ik goed, want die zorgt ervoor dat de infrastructuur die elke instelling heeft ook daadwerkelijk benut wordt. Zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Dus ik denk dat de verschuiving aan zich goed is, maar hij houdt niet op wat mij betreft bij UMC naar STZ. Lennart, vanwege de tijd een vraag die we kregen, waar we nu wel graag ook ruimte voor willen bieden. Wat kunnen we in de zorg leren van jullie? Hè, van de banken? Nou, ik denk sowieso, kijk, we hebben die met name in de digitalisering, hè, wij hebben als banken die hele slag doorgemaakt. Ik zeg wel eens, als je 10 jaar terug was iedereen erover verbaasd dat ze niet meer terecht konden bij een bank om geld op te nemen om een overboeking te doen. Als je nu als bank geen goed internet online bankierenpakket hebt, en je digitalisering niet goed hebt ingericht, ja, dan doe je gewoon niet meer mee. Dat is niet meer voor te stellen. En ik denk dat de ziekenhuizen er ook naartoe gaan. Hè, dus dat traject wat we hebben doorlopen, ik denk dat dat iets is wat we zeker kunnen delen met de ziekenhuizen, met de zorgsector in brede zin. Is dat een antwoord op je vraag? Jazeker. Rob, voor jou nog een vraag. Met Daan Roijmans van CZ spraken we net over marktwerking in de zorg en over concurreren of samenwerken. Wat zou jij kiezen? Ja, voor de financierbaarheid van de zorg, denk ik, is zou ik echt kiezen voor samenwerken. En marktwerking betekent in mijn optiek dat er toch zoveel mogelijk zorg geleverd gaat worden. En daar is de BV Nederland ook niet bij geholpen. Het is ook nergens zo dat iedereen overal altijd maar maximaal kan doen. Er zijn ook gewoon financiële randvoorwaarden. Dus als je het mij vraagt, dan zouden wij kiezen voor samenwerken. En dan natuurlijk binnen vooraf vastgestelde kaders, waarbij je nog steeds verantwoordelijk bent voor je eigen financiële resultaten. Dus mijn antwoord zou zijn samenwerken. Ja, Lennart, wat zou jij kiezen? Concurreren of samenwerken? Ja, ik kon het antwoord van Rob niet helemaal volgen. Maar ik zou zeggen, ja, waarom een keuze? Volgens mij is het niet of, maar volgens mij is het en. We moeten concurreren en samenwerken, denk ik. In die hele transitie moet je toch kijken wat, met alle partijen, wat is de regionale visie, hoe je die zorg gaat inrichten. En daarbij moeten alle partijen samenwerken. In de hele transitie van juiste zorg op de juiste plek. Wie gaat wat doen en op welke manier. Dus het is voor wat mij betreft niet concurreren of samen, maar beide. En het is echt een must. Ja. En ik denk, Rob, wat denk je dat het beste zou zijn voor de patiënt? Ja, dan denk ik ook dat mijn antwoord zou zijn samenwerken. Want door onderling gewoon goed af te stemmen, profielen duidelijk te maken en ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen, die gewoon beperkt zijn, maximaal ingezet kunnen worden. Ja, daarmee verhoog je wat mij betreft ook de kwaliteit van zorg. En dat is uiteindelijk in het belang van de patiënt. Dus daar zou mijn antwoord ook zijn samenwerken. Heel erg bedankt voor jullie blik in de bankenwereld en dank voor jullie deelname. Dan komen we nu al aan bij het laatste onderwerp van vanmiddag. Nu al?
Ja, een relatiedag in een uur, dat is nou eenmaal sneller dan in een... Een dag, ja. Ja. Goed, we gaan afsluiten met een heel mooi onderwerp. Transitie van zorg. Oftewel voor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Daar werken we hard aan in ons ziekenhuis. We praten er zo over met Barbara de Doelder, voorzitter van huisartsenorganisatie HADOX, waar 80% van de huisartsen in Haaglanden bij is aangesloten. Barbara, ben je er? Ja. Jazeker, ik ben er. Welkom Barbara. En vanuit het Haga schuift Karel Rondé, onze directeur medische zaken, aan deze virtuele interviewtafel. Ben jij er ook, Karel? Ja, ik ben er. Heel mooi, welkom beiden. Voordat we met jullie in gesprek gaan, laten we een reportage zien met huisarts Pieter Kersenmakers en cardioloog Wilco Tanis, die met elkaar spreken over teleconsultatie. Juist in dit COVID-jaar is dit te snel van de grond gekomen. Hierdoor hoeven patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis te komen. In de oude verwijssituatie was het zo dat een huisarts een verwijzing stuurde naar het betreffende specialisme. En één op één werd die verwijzing dan gehonoreerd en de patiënt uitgenodigd op de polykliniek voor een fysiek consult, zoals we dat hier in een polykamer zien. De aanleiding om dit proces te wijzigen was dat we zagen dat sommige patiënten niet voor zo'n fysiek consult hoefden te komen. Er zijn sommige zorgvragen die anders kunnen worden beantwoord. Dus niet via een fysiek consult. We beoordelen nu de verwijzingen van de huisarts dagelijks. Dat doet ieder specialisme. En bekijken dan wat de beste manier is om de zorgvraag van de patiënt te beantwoorden. Middels een fysiek consult of bijvoorbeeld een teleconsult. Want we moeten als medisch specialisten doen waar onze meerwaarde ligt. De juiste zorg op de juiste plek. Nou, ik vind het heel goed als een specialist met me meekijkt als ik verwijs, omdat ik op zo'n moment directe feedback kan krijgen over de verwijzing. Nou, mijn patiënten die vinden het prima dat niet iedere verwijzing tot een bezoek aan de specialist leidt, omdat het prettiger is als die patiënt feedback krijgt van de specialist via mij. Dus als de patiënt maar hoort dat ik overlegd heb met een specialist, dan is dat ook goed. Het grote voordeel van teleconsultatie is dat het zorg op afstand is. En dat is gezien corona natuurlijk een welkome gast. Daarnaast, voor de patiënt is het van voordeel dat de vraag die de huisarts heeft over zijn dossier snel kan worden beantwoord. Binnen 3 dagen wordt die teleconsulte beantwoord. En het is ook nog in 1,5 lijn zorgzetting, dus het gaat niet af van het eigen risico van de patiënt. Voor de medisch specialist is het voordelig dat hij rustig de tijd krijgt op een bepaald moment van de dag om in het dossier van de patiënt te kijken en de medische gegevens van de huisarts te beoordelen, zodat er ook een goed antwoord komt op de vraag die er is. Nou, ik vind het heel belangrijk voor huisartsen om teleconsultatie te kunnen doen, omdat er momenten zijn dat je het gewoon even niet weet als huisarts. Of je moet verwijzen of niet. En dat zijn er vaak geen spoedgevallen. En dan is het heel handig om dat op een door jou gekozen moment aan een specialist voor te kunnen leggen. Nou, teleconsultatie draagt absoluut bij aan onze kennis. Een goed teleconsult en een goed antwoord daarop bestaat dan ook uit wat uitleg. Als ik een teleconsultatie doe en ik krijg daarna alleen maar te horen verwijzen of niet verwijzen, dan leer ik daar niets van. Maar als een specialist mij kort en krachtig uitlegt waarom en wat de overweging is om deze patiënt al dan niet te verwijzen, of dat ik een middel in hand krijg om die patiënt zelf te behandelen, dan leer ik daar heel veel van. Nou, in het algemeen ben ik heel blij met de samenwerking met het Haga Ziekenhuis. De verwijzingen gaan in principe gemakkelijk, maar dat kan altijd beter. Er zijn bepaalde specialismen die hebben bijvoorbeeld hele lange wachttijden en dat zou heel fijn zijn als dat nou
terug kon worden gedrongen of dat je ook gemakkelijk zou kunnen overleggen over verwijzingen waar wachtlijsten lang zijn. En zoiets als teleconsultatie kan daar natuurlijk absoluut bij helpen. Op het moment dat ik een vraag stel over een verwijzing en ik krijg daar meteen antwoorden op, dan hoeft die patiënt niet eens verwezen te worden en dan worden automatisch de wachtlijsten kleiner. Ja, nou, er doen al 16 medische specialismen vanuit het Haga mee met teleconsultatie. We proberen echt ieder medisch specialisme aan te laten haken. Eigenlijk proberen we heel Den Haag te laten aanhaken. Dus dat is waar we naartoe willen. Daarnaast is het zo dat we ook aan telediagnostiek willen doen. Als ik voor mijn eigen vakgebied kies, neem bijvoorbeeld het echo hart. Dat kon je normaal altijd alleen maar aanvragen ingebed in een fysiek consult bij de cardioloog. Maar dat is nu mogelijk om dat middels een teleconsult te doen. Dus we kijken dan als medisch specialist mee naar de indicatie van het echocardiogram samen met de huisarts. Als die correct is, wordt het echo gemaakt. De patiënt komt niet bij ons op de polykliniek fysiek. Maar wij geven digitaal een advies aan de huisarts nadat het echo gemaakt is. En interpreteren dat echo in het kader van de zorgvraag die gesteld wordt over een bepaalde patiënt. Karel, we zagen zojuist een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen een huisarts en een HAGA-specialist. Wat is jouw drijfveer om vanuit het HAGA voor deze vorm van samenwerking te kiezen? Ja, onze belangrijkste drijfveer bestaat eruit dat we de verwachting hebben dat op termijn de zorgvraag en zorgaanbod uit balans gaan raken. Hè? Dus dat er de zorgvraag groter wordt dan datgene wat we kunnen gaan bieden. En dat geldt niet alleen voor de tweede lijn, maar ook voor de eerste lijn zorg en misschien zelfs ook voor de derde lijn zorg. En dat is een gevaar, dat is een risico. Hè? En dus om nou de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden op termijn, zullen we toch met elkaar moeten gaan samenwerken, meer dan wat we nu doen, en slimmer moeten gaan werken. Dus recht gaan doen aan het principe van de juiste zorg, de juiste plaats, persoon en tijd door de juiste mensen afgeleverd. Dat betekent niet zozeer alleen maar het verschuiven van zorg van het ene naar het andere echelon, hoewel dat soms misschien ook wel plaats zal vinden, maar veel meer samen met elkaar optrekken om te kijken of je die zorg beter kunt inrichten, kunt coördineren, dat je kunt innoveren en dat samen met de eerste, tweede, derde lijn zorgpartners, nulde lijn, patiënt in kluis zou ik eigenlijk willen zeggen, hè, dus die zouden ook beter willen faciliteren. Thuiszorg, ondersteuning, monitoring op afstand en dat soort zaken. Waarbij ik dan de hoop koester en de verwachting uitspreek dat dat op termijn echt leidt tot datgene wat we tot nu toe hebben laten zien in de COVID-periode. Namelijk dat als het moet, dan kan het. Dus dat biedt hoop, laat ik maar zo zeggen. Barbara, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat drijft huisartsen om de samenwerking met ziekenhuizen te intensiveren? Ja, huisartsen nemen hun rol om de regie voor hun patiënten te voeren heel serieus. En we hebben natuurlijk gezien dat met wachtlijsten, maar ook de betaalbaarheid van de zorg, dat het belangrijk is om daar ons extra rol in te nemen. Om juist te zorgen dat diegene die echt die specialistische zorg nodig heeft, dat die daar ook echt altijd terecht kan. Maar degene die dat niet per se nodig heeft en waar wij eigenlijk, denk ik, prima zelf de regie kunnen nemen, dat we dat dan ook doen. Dus wij willen inderdaad heel belangrijk de juiste zorg op de juiste plek, zodat degene die het nodig heeft, daar terecht kan waar die moet zijn. Karel, vraag die ik ook aan mezelf zou kunnen stellen, maar eigenlijk dan toch aan jou. Zijn specialisten gemotiveerd om werk uit handen te geven? Ja, medisch specialisten die worden het liefst aangesproken op een medisch specialistische expertise. Hè? Dat zijn nou eenmaal hun professionele drijfveren. En in de praktijk zien we toch vaak een veelheid aan minder complexe vragen met een repeterend karakter. En dat betekent wel dat we het risico lopen en het gevolg wat we ook zien zijn lange wachtlijsten. Lange wachtlijsten zijn niet alleen vervelend, maar ook risicovol voor de patiënten die op die wachtlijst staan en eigenlijk wel met enige urgentie die hoogcomplexe zorg verdienen en behoeven. Met het overdragen van kennis van de eerste, tweede, derde, vierde lijn en misschien ook weer nulde lijns
kennis. Je zou kunnen zeggen interdisciplinair handelen en misschien zelfs op termijn zelfs opleiden. Enerzijds en anderzijds het beschikbaar stellen van diagnostische faciliteiten aan onze ketenpartners, ondersteund door beslismodellen. En tenslotte nogmaals het emanciperen, zou je kunnen zeggen, van de patiënt en het ondersteunen van de patiënt in de thuissituatie met die e-health toepassingen, zou het toch moeten lukken om uiteindelijk tot meer first-time right zorg en verwijzingen te komen. Wat uiteindelijk leidt tot snellere zorg, een preciezere zorg, de juiste plaats opnieuw en daarmee een verhoogde mate van doelmatigheid. Lopen we geen inkomsten mis door die transitie? Ja, dat is zo, hè. Dat is een groot risico. Het adagium is eigenlijk dat complexe zorg is duur en minder complexe zorg is lucratief. Die lucratieve zorg, die inkomsten, die gebruiken we vaak om de dekkingsbijdrage op te hoesten ten behoeve van die dure zorg, waar vaak de bekostiging toch wel onder spanning staat. Gelukkig is het zo dat zorgverzekeraars met ons meedenken om dat probleem te tackelen. Hè. Dus we kregen subsidies voor transitie-initiatieven. We maken meerjaren afspraken met zorgverzekeraars met een aanneemsom, wat ons financieel comfort biedt uiteindelijk om toch die initiatieven te ontplooien. En het is natuurlijk heel belangrijk dat onze ketenpartners ook worden gefaciliteerd in het kunnen invulling geven van transitie. Barbara, daar ben jij natuurlijk helemaal mee eens dat jullie ook gefaciliteerd moeten worden om die transitie vorm te geven. Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben natuurlijk eigenlijk nu pas net een begin gemaakt met deze vorm, deze transitiebeweging. En we zien ook dat de financiering, en dat gaat natuurlijk om niet alleen om geld, maar juist om middelen, menskracht, ruimte, scholing, kennis, dat we daar nog wel een aantal stappen in moeten zetten. Dus juist om dit duurzaam te maken, zullen we zo'n duurzame coalitie met zorgverzekeraars die zo'n stapje extra moeten krijgen. Want we willen dit natuurlijk allemaal doen juist met het oog op de toekomst. En daar hebben we nog een stapje extra voor nodig om zo te zorgen dat we goed personeel hebben. Dat we zorgen dat we ruimte hebben om deze stappen allemaal te zetten. Maar ook wat wij ons als onze eigen uitdaging zien, is dat ook zorg die nu misschien door ons wordt gedaan, die misschien naar de nulde lijn kan, hè? Dus naar gemeente of welzijn. Dus daar moet ook nog wel een stap gezet worden. Nou, we hebben vandaag geen patiënt in ons webinar, dus eigenlijk wel een beetje een tip voor onszelf voor de volgende keer. Maar Barbara, hoe zie jij de reactie van patiënten in jouw eigen praktijk? En de vernieuwing van zorg. Ja, het grappige is, we hebben inderdaad een aantal leuke projecten. Nou, net al genoemd werd, de teleconsultaties, waardoor we eigenlijk gewoon heel gericht kan zeggen, ik stel de vraag even aan de specialist en dan kom ik erbij op terug. Dat vinden ze heel mooi. Daarnaast doen we ook meekijkconsulten, waarbij de specialist echt meekijkt en meebehandelt en ook met echo's maken in de praktijk. En mensen ervaren dat eigenlijk als heel waardevol en zeggen dan ook, oh, kunt u dat allemaal zelf? En dat is dan heel prettig, omdat die regie gewoon in één hand blijft. Dus nee, mensen zijn er over het algemeen heel erg blij mee. Ronne, hoor jij eigenlijk wel eens patiënten hierover? Ik hoor heel veel positieve reacties van patiënten die gewoon een goed gevoel hebben bij het idee dat medisch specialisten mee kunnen kijken en dat er ook laagdrempelig overleg plaatsvindt tussen huisartsen en medisch specialisten. Dus dat is zeker zijn veelal positieve reacties, ja. Nog een slotvraag voor jullie beiden. Waar is nog terrein te winnen voor de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis? Barbara. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons steeds realiseren dat we in de hele regio samenwerken. Dus dat we komen er niet uit inderdaad om met één ziekenhuis en een huisartsengroep. Maar dat we dat met beide ziekenhuizen moeten doen, ook met de VVT. En waar je ook eens over zou kunnen nadenken is, hoe ga je nou om met de mensen die opgenomen liggen in het ziekenhuis? Wat Raymond er straks ook zei, van we hebben een tijdelijke rol. Huisartsen hebben natuurlijk wat meer de continue rol.
Wellicht kan je beter als er een wat simpelere vraag is, in plaats van een collega in consult te roepen, de huisarts bellen om te vragen hoe die daar tegenaan kijkt. En wellicht gewoon een medicatieadvies kan geven, wat dan vervolgens geen problemen oplevert in de thuissituatie als het weer overgedragen wordt. En Karel, kan je daar op reageren? Nou, reageren is lastig, want ik heb er niks van verstaan. Maar in alle eerlijkheid, ik heb er wel over nagedacht intussen. Wat ik mooi zou vinden is dat we, je zou het kunnen zeggen, de COVID-19 Concerted Action proeftuin, die we nu ondergaan met z'n allen in korte tijd, waarin je heel mooi ziet dat we toch wel kunnen samenwerken, dat we dat als een soort proof of concept met lessons learned kunnen meenemen naar de toekomst, waardoor we ook die bedreiging van die disbalans kunnen attackeren. Dat we niet verslappen in onze aandacht om daar gewoon stevig op in te zetten met z'n allen. Vooral met z'n allen dus. Dat is één ding. Het andere is, ik zou het prachtig vinden als wij in staat zouden zijn met onze zorgpartners, inclusief de patiënt, de zorg, het zorglandschap zo in te richten op inhoud, dat recht doet aan datgene wat we met elkaar ambiëren. En dan vooral op inhoud, en dat zet ik dan af tegen de hindernissen die we nog wel eens ervaren van de bezoldigingssystematiek en de spelregels die daaromheen spelen. En die eigenlijk zo'n vrije gedachtegang op grond van de inhoud in de weg staan. Dus dat hoop ik nog eens een keer te kunnen meemaken. En daar zijn de zorgverzekeraars ook aan beurt, zou ik kunnen zeggen. Die zullen daar ook een belangrijke rol in moeten pakken om die inhoud de ruimte te geven en die bezoldigingssystematiek iets meer op de achtergrond te brengen. Daarmee wens ik hen eigenlijk en dicht ik ze ook een hele belangrijke regierol toe. Dank jullie wel. Kijk ik even naar Maybrit of er nog vragen zijn binnengekomen? Ja, ik heb een vraag voor Barbara. Als we over een jaar weer bij elkaar komen, wat hoop je dan dat we bereikt hebben met elkaar? Ik hoop dan eigenlijk dat we een hele mooie stap hebben kunnen zetten in met name in de communicatie met betrekking tot samenwerking. Dus dat we toch veel beter zicht hebben in elkaars dossiers. Misschien is het wat vroeg, maar in elk geval dat we die stap aan het zetten zijn. Dat we met elkaar daar bijvoorbeeld, als er aanvullend onderzoek gedaan is, waar dat ook is gedaan, dat het voor iedereen inzichtbaar is, zichtelijk is. Dat we inderdaad met elkaar de samenwerking steeds bestendigen. En de goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld in nu ook de anderhalve lijns mogelijkheden op de eerste hulp, dat we die verder hebben uitgebouwd. Nou, dat zijn hele mooie wensen en ik weet zeker dat we daar ook stappen in gaan maken. Karel, wat is jouw droom waar we over een jaar staan met elkaar? Ik sluit me helemaal aan bij de droom van Barbara. Ik zou het ook heel graag zo ingericht willen zien. Dus die omzuiling, dat vind ik eigenlijk wel de kern van het verhaal en van het streven waar we naartoe moeten. Want het kan ook echt gewoon efficiënter, het kan doelmatiger, het kan slimmer. Zonder spanning op de lijn te hebben. Beter gefaciliteerd door alle moderne middelen die we gaan ontwikkelen met elkaar en die we al voor een deel tot onze beschikking hebben. Nou, volgens mij allemaal mooie ambities voor de toekomst. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. En dan zit het er alweer op. We zijn heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden, van ons eerste relatiewebinar. Daarom sturen we jullie morgen een evaluatieformulier. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om op verschillende manieren onze patiëntenzorg op deze manier te laten zien. En ik kijk er heel erg positief op terug, op een paar kleine technische dingetjes na. Dus ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben gehad. Maar volgens mij hebben we een mooi programma achter de rug. Jazeker. Ik mag dat zeker ook zeggen. En met name ook dat ik trots ben op het ziekenhuis, om in dit ziekenhuis te werken. De webinar vond ik erg leuk om te doen en ik bedank iedereen die online aanwezig was. Ik hoop tot volgend jaar en ik hoop dat dat dan ook weer live is in ons auditorium. En dan nog even blijven hangen voor de geweldige clip van Goofy en Ishtar, die in muziek en beeld brengt hoe we in het Hagen met COVID omgaan. Hoofd koel, hart warm. Dat doen we met z'n allen, dat doen we met z'n allen.
is al een tijd geleden. Maar met zoveel man al die tijd gestreden. En daarom heb ik deze lijst geschreven. Om te laten weten, ja, wat wij toen deden. Er waren diensten, ja, die vielen uit. Maar het personeel, dat ging niet naar huis. Ze draaiden overuren in het ziekenhuis. Er liepen diensten uit en waren niet meer thuis. We hebben nooit gedacht dat er geen luidweg was. En een COVID-patiënt, hij werd thuis gebracht. Maar we kregen de kracht ook van buitenaf. Want door heel Nederland werd er luid geklapt. En wij met z'n allen moeten zeker niet vergeten. Samen staan we sterker, zijn we sterker dan hetgene. Het was niet overmeesterd, want wij zijn heer en meester. Want wij doen waar we goed te zijn en dat is al bewezen. Je hoofd koel houden en je hart warm. Zien het soms niet zitten, maar toch zullen we er staan. We laten ons niet kennen, dus we zullen verder gaan. We lopen niet naar onze schoenen, daarin moet je sterk staan. Dus houd je hoofd koel en je hart warm. Maak je niet dik, we zullen niemand afvallen. Anderhalf meter en we schudden nu geen handen. We maken nu een vuist en zullen vechten voor een ander. We strijden tot het eind en daar gaan we voor. En deze tijd die doet pijn, maar toch gaan we door. Vanaf 's morgens en de middag tot het avond wordt. En ook in de nacht, het maakt niet uit hoe laat het wordt. Dus houd je rug recht en je borst vooruit. Dat is wat we moeten doen in deze kromme tijd. Ik heb van alles gezien en in een korte tijd. Hebben wij dit al bereikt, daar mag je trots op zijn. Je hoofd koel houden en je